helpen we 7 leerlingen. Hoi, wat is er? Leek alsof ze een of andere geheime meeting hadden of zo. Kiara verkoopt krasloten. Volgens mij heb ik echt meer kans om een vetbekende zangeres te worden dan ooit eens te winnen met een kraslot. Eigenlijk echt hoor. Zo niet zo aan dan. Maar wil jij niet? Het is hartstikke verboden op school. Ja, er mag zoveel niet. Hoe spannend. Ik heb het toch niet gedaan. Het is toch raar dat je krasloten van 10 euro voor 2 euro kunt verkopen? En ik begrijp als ze soms een paar aan een vriendin mag geven, maar ze heeft er zoveel. Geef jij mij 3 euro en dan misschien winnen we echt een hele grote prijs samen. Oh my god. 50 euro? Ja. Ik moet heel even de les een delict. Kiara? Kun je even met mevrouw de Jong meekomen? Ik wist het. Nee, ik niet. De spullen kopen van je weet dat ze gestolen zijn. Bijvoorbeeld een fiets van een tientje. Die loterij had ook te mooi om waar te zijn. Maar ik wist niet dat het gestolen is. Misschien moet je gewoon naar mevrouw de Jong gaan en vertellen dat je niks vanaf is. Met al die politieagenten zeker, nee. Ben je zo blij dat ik geen loterij heb gekocht? Waar is je lot? Oh, die moet ik verstoppen. Ja, ik heb dat lot achter de verwarming geplakt. Waarom moet ik meekomen? Omdat ik het zeg. Jij weet waarom je hier bent? Heb je bij haar krasloten gekocht? Ze wisten gewoon dat ik die gestolen lot had gekocht. Dus we zijn helemaal compleet nu? Dus jullie worden verdacht van heling. Wisten jullie dat deze kaartjes gestolen waren? Ja, nee, ik had het wel door, maar... Nou, ik had het niet door, hoor. Zo dom. Nee, ik had het wel door. Dit heeft ernstige gevolgen voor jullie. Bij jullie zal het bij een waarschuwing blijven. Ik zal hier een hele leuke straf voor verzinnen, dames. En? Dan loten we gewoon weg. Hoe ging het bij de politie? Nee, ik heb gezegd dat ik wel wist dat ze loten gestolen waren. Ja, toen ik het zo navertelde, klonk het wel een beetje stom. Ik wil ook niet geloven dat mijn lot gewoon weg is. Wat nu? Ja, dikke straf van de Jong. Waar zijn die agenten? Je moet er wat aan gaan doen. Serieus. Dames, hebben jullie geen les? Kan je maar beter in de regels houden nu? Kom, ga naar de Jong en dan kun je gewoon alles uitleggen. Ik ga mee. Uiteindelijk geloofde de Jong me. Ja, dan vinden die meiden me maar dom. Ik zei hallo, hallo, hallo.